Welkom bij de video over breuken vermenigvuldigen met hele getallen en breuken. Hier zien we drie spelende kinderen. Na het spelen gaan ze naar binnen en krijgen ze ieder een halve koek, of ook wel 1 tweede. We krijgen dus de som 3 keer 1 tweede. Om deze som uit te kunnen rekenen, is het goed om te weten dat wanneer je een heel getal krijgt, dat je dat op kunt schrijven als 3 van de 1. Want er zijn namelijk drie hele kinderen. 3 keer 1 is 3 en 1 keer 2 is 2. Nu krijgen we de breuk 3 tweede en dit is een onechte breuk. Een onechte breuk ontstaat wanneer er boven de breukstreep een groter getal staat dan onder de streep. Omdat we er graag een echte breuk van willen maken, moeten we ervoor zorgen dat we de hele uit de breuk halen. In 3 tweeden zit 1 hele, want ik kan er namelijk 2 twee tweeden uithalen en dat is 1. Maar dan zijn we nog niet klaar, want we houden namelijk ook nog 1 tweede over en dus schrijven we op 1, 1 tweede. Is dat stap 1, de som opschrijven? Stap 2 is een onechte breuk maken van het hele getal door er dus een 1 onder te zetten. Nu kun je van links naar rechts vermenigvuldigen. De laatste stap is het maken van een echte breuk. De hele moet je er dus uithalen. Nu leg ik je uit hoe je een breuk vermenigvuldigt met een breuk. Je ziet dat de som eigenlijk 16 keer 6600ste is. Om een breuk uit te kunnen rekenen is het goed om te weten dat je van links naar rechts mag vermenigvuldigen. Je ziet dat het een hele grote breuk is en dat je deze kunt vereenvoudigen. 12 kun je delen door 1, 2, 3, 4, 6 en 12. 30 kun je delen door 1, 2, 3, 5, 6, 15 en 30. 12 delen door 6 is 2 en 30 delen door 6 is 5. En dat betekent dus dat 12 dertigste ook wel 2 vijfde is. Dit was de video over het vermenigvuldigen van breuken met hele getallen en breuken. Succes met de sommen tot de volgende keer. 对对。